8 maart was het Internationale Vrouwendag. Ook in Amstelveen werd er stilgestaan bij de rechten van de vrouw. Op het Stadsplein werden rozen uitgedeeld aan vrouwen en werd gevraagd welke onderwerpen voor hun belangrijk zijn en die meer in de belangstelling moeten komen. Elk jaar wordt er wel Internationale Vrouwendag gevierd in Amstelveen. Maar heel vaak zie je dat het niet zo makkelijk is om vrouwen internationaal en van verschillende achtergronden bij elkaar te krijgen om één Vrouwendag event te doen. Dus haar idee om 12 keer Vrouwendag te doen in plaats van alles op één dag, vond ik geweldig. En toen zijn we gaan denken, hoe pakken we dat aan? Niet één keer per jaar, maar dus 12 keer per jaar wil Participe in Amstelveen aandacht voor de vrouwenrechten. Elke maand met elkaar in gesprek over de ondergeschoven positie van de vrouw. Wel in het buitenland dat beter kan worden. Stukken beter zelfs. Ik vind het in Nederland niet zo moeilijk. Nee, ik zal niet zeggen dat vrouwen moet voorgetrokken worden, maar er moet meer geluisterd worden. En wat voor een rechten zou u dan graag willen zien dat er veranderd wordt? Dat je bijvoorbeeld in Iran mag autorijden en dat je je mooie haar mag laten zien. En de onderwerpen kunnen alle kanten op gaan en veranderen misschien wel dagelijks. Net wat aan de orde van de dag is. Ik merk dat elke keer weer wat anders is. En nou borrelt in mij op van ik vind MeToo eigenlijk wel heel belangrijk. Om dat helemaal goed uit te werken. In Amstelveen gaan we dus maandelijk stilstaan bij de rechten van de vrouw in de wereld. De Internationale Vrouwendag is volgend jaar weer op 8 maart.